Leuk dat jullie weer kijken. Ik ben Isa Chanchon en vandaag sta ik in de box waar een spetterende feest wordt gegeven, Sasa Soong. Er komen geweldige artiesten optreden strakjes en het wordt, de publiek zal straks helemaal wild worden en ik neem jullie mee. Hier bij Sasa Soong een optreden gaat geven. Hey ja, Gio! Ja. Hey. Allereerst wil ik je feliciteren, want jij hebt op een hele romantische manier je vriendin te huwelijk gevraagd. Ja. Moet toch wel? Ja? Ik denk dat mensen het ook wel van mij verwachten, je weet toch? Na al die liefdesliedjes en zo, ja, kan ik niet wegkomen, je weet maar toch? Luister, je laat wel heel veel vrouwen met hart, gebroken hart achter. Ja, maar die vinden hun geluk wel. Ja? Je wens ook wel? Voor iedereen is er wel iemand, je weet toch? Hè? Sowieso. Hey, nou even, want je gaat straks bij Sasa Soong optreden. Hoe vind je dat? Ik ben sowieso verbonden met Sasa Soong. Ik denk dat ik zeg maar bij het begin gewoon, ik ben echt vanaf het begin erbij. Ja. Dus sowieso is het wel speciaal, je weet toch? Ja. Altijd wel, jawel. En dan ook nog met een band, hè? Want ja, dat ja, ja. Ja, kijk. Hoezo die stap in? Want eerst was je solo. Klopt. En nu met de band. Ja, het is gewoon een versterking van die show, je weet toch? Ja. En ik vond gewoon tijd dat het gewoon, je weet toch, ik vond het gewoon dat het tijd was. Dat is gewoon, ik vond gewoon dat het tijd was. En we gaan ook heel veel met de band doen. Ik heb ook liedjes uitgebracht en video's met live band, zeg maar. Dus ja, het sluit wel een beetje op elkaar aan, je weet toch? Ja. Want met jou Ben, jij gaat natuurlijk heel veel optredens nu doen, hè? Er staat volgens mij al helemaal voorgepland. Ja. Staat er ook nog wat voor Suriname gepland? Dat is een hele, hele goeie. Ik heb ook zeg maar bewust niet voor Suriname gekozen dit jaar. Ja. Omdat ik wil gewoon echt met live band komen naar Suriname. Dus we zijn ermee bezig om daar gewoon echt iets te doen. En sowieso binnenkort komen nieuwe singles uit, et cetera. Dus dan klopt het allemaal weer. Je weet toch? Ja toch? Bouncen die dingen. Ja precies. 2018 hebben we gewoon even lekker relaxed gedaan. Ja. 2019 gaan we weer knallen. Je weet toch? Gaan jullie weer van me horen. Mooi, want dat willen we graag zien. Hè? Ja, we willen heel veel van jou horen. 100.000%. Je bent op een goede weg. Maar nog even, want we moeten straks op gaan treden. Wil jij thuis mensen nog van Kotoro iets toewensen? Want het is bijna kerst. Merry Christmas. Ja. Het is kerst. Ja. Ik weet niet wanneer het wordt uitgezonden, maar in ieder geval nu is het kerst. Merry Christmas en ik wil zeggen Happy New Year. Doe voorzichtig. En weet je, ga niet stressen om cadeautjes en rare dingen doen om cadeautjes te krijgen en whatever. Koester gewoon je familie. Dat is belangrijk. Dat is het belangrijkste. Hey. Gio, ik wil jou hartstikke bedanken. Yes. En heel veel plezier straks met je optreden. Ja, dankjewel. Jullie gaan wel kijken. Wij gaan tuurlijk kijken. Oké, dan. Nyato, dames en heren, laat je horen voor mijn band, laat je horen! Nyato! Oké, dames en heren, naast mij staat DJ Ruben Molina, die net heeft gedraaid hier op Sasa Soong. Hoe vind je het om op Sasa Soong op te treden? Het is echt te gek. Als je nog niet bent geweest, kom langs en kom kijken, want elke keer... Ja hoor. Ja, want jij hebt hier vanavond opgetreden. Doe je dit vaker bij Sasa Soong? Ja, ik ben eigenlijk 5 jaar geleden aankomen waaien. En sindsdien ben ik gebleven. Ja. En want jij bent nu DJ. Wat gaf jou de drempel om DJ te worden? Kunt u de vraag nog 1 keer herhalen? Ja, de muziek is ondertussen heel erg light hier zo, dames en heren. Ik vroeg jou, wat gaf jou de drive om een DJ te worden? Nou, dat was meer omdat wij zelf altijd feesten bezochten. En toen zag ik een keer een hele goede DJ, Carl Cox. En zodoende ben ik DJ geworden. En je geniet er ook van? Ja, 100%, ja! Oké, nou, even, want de mensen thuis, waar kunnen ze jou vinden? Ze kunnen mij vinden op www.molinabeat.com. Daar kan je informatie vinden, je kan me daar boeken. En vooral doen. Hey, geweldig! Nou, nog 1 vraag, want het is morgen kerst en over een week vieren we natuurlijk de afsluiting van dit jaar. Wil jij de mensen thuis nog wat zeggen? Een kerst goed doen? Jazeker!
Ik wens iedereen een hele fijne feestdagen en natuurlijk een heel fijn uiteinde. En wie weet tot volgend jaar op Zatazoo. Yes. Hey, heel veel plezier vanavond. Dankjewel, jullie ook, hè. Dankjewel. Succes. Doeg. Ga naar Zatazoo. En dan nog heel even, wat is jouw naam? Gigi. Naast mij staat Nando, die speelt in La Fiesta en hun hebben net een hele mooie, leuke optreden gegeven. Hoe vind je het nou om bij Zatazoo op te treden? Nou, geweldig. Geweldig dat we weer na een aantal jaren weer bij Zatazoo mogen spelen. Nou, bedankt voor de organisatie natuurlijk dat ze ons deze kans weer hebben gegeven. Nou, geweldig. Altijd bij Zatazoo. Ja. Heerlijk hoor. Ja. Krijg je ook echt dat Caribisch gevoel als je hier staat? Zeker weten. Ja? Zeker weten. Je voelt het warmte. Ja. Weet je, natuurlijk, dit is een multiculturele feest. Ja, natuurlijk vanuit Suriname een beetje hier naartoe gewaaid. Maar het is geweldig. Geweldig. Nou, en voor de mensen thuis, want La Fiesta bestaat best wel lang. Hoe lang bestaan jullie al? La Fiesta bestaat ongeveer 24 jaar al. Wauw, dat is echt een... Ben jij er vanaf het begin erbij? Nee. Ik ben nu pas 12 jaar bij La Fiesta. In feite. Maar La Fiesta die is echt van way back hoor. Ja, ik denk ook wel dat heel veel mensen La Fiesta kent. Hè? Ik ken jullie in ieder geval. En hoe ziet de toekomst er nu verder uit voor jullie? Oh ja, La Fiesta is keep going strong. Keep going strong always. Wij proberen het publiek met het beste te entertainen. Ja. Wat we eigenlijk het beste kunnen doen in feite. Ja. En wie weet misschien volgend jaar ook nog met het wat nieuwe productie. Ja. Maar naast Nederland, spelen jullie ook nog in het buitenland? Wij spelen buitenlands, ja natuurlijk. Afgelopen keer zijn we nog in België geweest, Duitsland geweest. En we hopen natuurlijk op Suriname. Hè. Kom op. Weet je, het wordt tijd. Boeken die handel. Het wordt tijd, Suriname. Ja, mooi zo. Ja, hey, nou in ieder geval heel veel succes. Het was een leuke optreden daarnet. Wil je nog wat zeggen tegen de mensen van Culturo? Ja, natuurlijk. Ik wil jullie allemaal een fijne kerstdagen wensen. En natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. En je weet het, La Fiesta all the way. Mensen, yes. Dankjewel. Thank you. Naast mij staat de dansende chat die hier naar Zatazoo is gekomen. Hoe vind je het feest? Ja, leuk. Leuk sfeer. Anders dan normaal. Ben je al vaker hier naartoe geweest? Ja. Ja? Ja. En vind je het altijd leuk? Jawel, alleen de laatste tijd is het publiek wat jonger. En nu zie je toch wel wat ouder publiek. Oké. En waar denk je dat het aan ligt? Ik weet het niet. Om eerlijk te zijn, ik weet het niet. Nee? Nee. En zou jij de mensen thuis nog wat willen zeggen? Want het is bijna kerst. Hey, je bent... Ook hier is Cristiano aanwezig. Hoe vind jij Zatazoo? Hoe ik Zatazoo vind? Ja, sowieso geweldig. Ik kom nu al een paar jaar elke keer naar Zatazoo en het is altijd leuk. Altijd leuk feest. Nou, want jij bent volbloed Nederlands, maar krijg je dan wel die Caribische gevoel? Ja, sowieso door de muziek. En ik vind de muziek ook gewoon lekker. Caribische muziek. Wil jij thuis, de mensen thuis nog wat toewensen? Ja, iedereen fijne feestdagen, fijne kerstdagen en leuk oud en nieuw. Goed uiteinde gewenst aan iedereen. En kom allemaal naar Zatazoo, want het is best feest. Ja toch, hey, big up culturo.com. Ik ben net terug uit Suriname, misschien nu anderhalve maand. We hebben genoten daar. Mensen moeten onze cultuur checken. Dit is, je ziet er zelf een, noem je dat ook alweer? Een gemengde, allemaal verschillende culturen hier bij elkaar. Iedereen geniet, je weet toch? Culturo.com, DJ Jacesso, turn up, loud and clear. Hey, heel veel plezier vanavond. Ja, jij ook hè. Dankjewel. Ja, toch. Nou, mensen, sowieso een fijne jaarwisseling. Zorg dat je lekker gezond blijft in 2019 en veel doekoe maken. Pa. 2 weken geleden heb ik mijn eerste Bollywood single uitgebracht. En daarmee sta ik momenteel nummer 1 in de charts, zeg maar, wereldwijd. Dat is goed nieuws. Ja. Ik heb uitverkochte shows in Londen gedaan, in Birmingham. Ik vlieg volgende week naar Canada, naar New York en zo. Dus, je bent wel een druk mannetje. Sowieso. Goed bezig. Blijven knallen. Nou, naast mij heb ik the one and only First Man. Wow, welkom. Wow. Leuk dat ik er mag zijn, dat je me even hebt afgepakt van mijn mensen. Ja. Anders zou ik geen Isa zijn, hè? Nee, precies. Dus dat. Hey, je gaat straks optreden bij Zatazoo. Hoe vind je het om hier op te treden? Ja, het is altijd leuk. Altijd goede vibe. Mooie mensen, gezellige mensen. En voor het eerst in de box, volgens mij. Voor mij dan, zeg maar. En
Het ziet er op zich tot nu toe wel heel erg gezellig uit, toch? Ja. Ja. Ay, mias lo riba se senta, riba bo mi mente a quedat. Ey, mi corazón ta llenan, but ta sinte diferencia. Ta bota mi dream girl, es un kumita filpe. Bota la gami feel safe, ta boso ta parecende. Naast mij staat ook Iris Seis, die straks een optreden gaat geven hier op Zazazu. Hoe vind je het? Ja, zeker, zeker. Ja, ben je zeker. Sowieso heavy. En Zazazu was altijd een van de beste concert en beste concept ever. Sowieso gezellig. Sowieso gezellig. En ik ben sowieso klaar voor. Sowieso. En deze kerst is de beste dag ook. Dus fijne kerst naar iedereen. Zazazu, I love you. I love you fans. I love iedereen. Ja, lieve mensen. Ik sta hier naast mijn grote vriend, de kerstman. Hè? Het is nu kerst. Eerste kerstdag. Zazazu, het was een geweldige feest. Hè? De Caribbean gevoel kwam naar voren. Mensen zijn aan het genieten. Nog steeds zijn ze aan het genieten. Ik wil de organisatie van Zazazu wil ik bedanken dat wij hier aanwezig mogen zijn. Ook jullie thuis wil ik bedanken weer voor het kijken. Mijn naam is Nisa Chanchal en namens Kuturo.com wens ik jullie een hele fijne avond en geniet van de kerstdagen.